Spacey. Leuk dat je kijkt en welkom bij een nieuwe review. Mijn naam is Ruben Koet, de ride specialist van Nederland. En ook in deze video neem ik jullie mee naar een paar mooie attracties. Goeiedag allemaal, welkom weer bij een nieuwe review hier op Extreme Rides. Leuk dat jullie kijken en we staan vandaag voor camping De Zandsturen. Een van de beste campings hier in Nederland, staat erg hoog aangeschreven. Dus we gaan vandaag een dagje camping Zandsturen doen. Ons speelterrein voor vandaag, dames en heren. Nou, we concentreren zich eigenlijk alleen op dit gebied. De rest is gewoon camping met speeltuintjes. Wat je vaker vindt op een camping. Voetbalveldje, basketbalveldje, dat soort zaken. Maar hier staan dus twee waterglijbanen met een binnenbad en een buitenbad. En er is een indoor speeltuintje. Dus daar gaan we als eerste naartoe. Het binnenspeeltuintje noemen ze Kobus Speelkasteel. Zo ziet het er dus van binnen uit. Dat is het kasteeltje zelf, maar feitelijk is het gewoon een grote kids playhouse. Met diverse glijbanen, ballenbakken. En weet ik wat allemaal erop. Kinderen zitten er onderin natuurlijk. Dus die laten even een paar minuten spelen hier. En hier vooraan is ook de ingang van het zwembad. Zo, welkom in het zwembad, dames en heren. Ze hebben hier een buitenbad. Met glijbaan en een goede... Ja, waar is dat binnenbad? Met een andere glijbaan. Maar die is ook leuk. Hier zijn de kleedhokjes. En hier heb je dan het binnenbad. Voor een camping ziet dat er heel netjes uit. Een peuterbadje met een piepklein glijbaantje. Het kleuterbadje met een iets grotere glijbaan. En uiteindelijk dan een soort 25 meter bad. Hier is nog een zwembad. En hierin komt ook de waterglijbaan uit. En er staat een watersproeier boven. Maar naar die waterglijbaan daar gaan we nu even naartoe. Het is een Van Echtdom 1200 tube. Gebouwd in 2007, lengte 47 meter met daylight rings. Dus we gaan eens even instappen. Zo, daar gaan we. We beginnen met een lichte start. We komen daylight rings tegen in de Helix. Nou jongens, we hebben binnen alles gehad. Dan is het tijd om naar buiten te gaan. Daar langs de kleedhokjes en dan gaan we rechtsaf. Ook zie je daar trouwens ook nog kluisjes, ook erg fijn. Niet alle campings hebben dat. Maar hier kan je ook nog je spullen gewoon opbergen. Nou, buiten aangekomen. En dan zie je natuurlijk al meteen die glijbaan. Daar komen we voor. Dit is een 25 meter bad. En daarnaast is nog een soort kinderbad. Met een emmer erboven die af en toe zich leeggooit over het dak van het huisje. Lekker hoor! Oh, mevrouw was een beetje nat. Het is een beetje chagrijnig nou. Nou, dit grote kind is aangespeeld op deze glijbaan. We gaan naar die glijbaan. En dit, dames en heren, wordt de Crazy Cone Tube 1200 van Van Echtdom. Even kijken, waar staat het? 2016 is hij gebouwd, 52,2 meter lang. En hoogte staat er niet bij, maar dat maakt niet uit. We gaan instappen in de Crazy Cone. S.com. Oh nee, Polyclass.com. Ik lees het verkeerd, sorry. Dit is een destination.
Heerlijk deze glijbaan. Omdat hij zo leuk is, doe het gewoon nog een keer. Ja, blijf mooi een stukje hoor, maar die trek is echt vet. Ik heb jullie trouwens ook niet laten zien. Hierachter kun je je tijd neerzetten. Maar ja, zelf vind ik dat niet zo'n hele goede toevoeging. Omdat het toch gaat om die trecht, hè. Om het slingeren erin. En daar verlies je tijd mee. Maar echt een vet apparaat dit, hoor. Ben je er fan van? Maar dan abonneren hoor. En we staan weer helemaal afgedroogd buiten, dames en heren. Al ben ik nog wat nat achter de oortjes. Geintje. Nee, echt een hele toffe camping hier. Ja, ik snap wel dat dit een van de beste campings is van Nederland. Want buiten het zwembad hebben ze dus ook nog, ja, zeg maar die kids playhouse als indoor speeltuin. Maar ze hebben ontzettend veel entertainment. Er was net een optocht gaande. Er is een theater. Dus voor kleine kinderen is hier echt ontzettend veel te doen. Nou ja, het zwembad waar ik dan speciaal voor kwam. Ja, de binnenglijbaan is gewoon leuk. Maar die buitenglijbaan, die is echt gewoon goed, joh. Je gaat echt keihard in die trechter. Dat had ik niet verwacht. Wat een super ding is dat. Echt wild. Ik hou ervan. Dus ja, mocht je een keer een racer zijn en je wilt een keer een goede glijbaan doen, moet je echt hier naar de Zandstuven rijden. Echt een aanrader. Ik ga door naar de volgende, ja, pretpark, zwembad, weet ik veel wat. En we zien elkaar de volgende reviewer. Tot dan!